verwachtte dat het zou eindigen, namelijk met het ontslag van hem. Hij zelf ziet dat als een psychose, dat is de term die hij hier heeft gebruikt. Hij zegt, er is een hetze gevoerd rond mijn persoon. Men heeft mij voorgesteld als een soort kleine nazi-ministertje. En dat ben ik helemaal niet. Hij wil zich daartegen verweren. Hij zegt, ik heb het gevoel dat ik in de val gelopen ben, maar ik hoef niet beschaamd te zijn. Ik heb geen rode kaken. Maar het was toch een saus die dan toch een flinke tik heeft gekregen vandaag. Ja, de zaak kwam wel in een stroomversnelling nadat jij vanmiddag zei van, dat er beelden bestonden van die beruchte bijeenkomst van zaterdag. Ja, hoewel nu blijkt dat Johan Sauwes zelf dat vanmiddag toen hij het hoorde van die beelden geen aanleiding vond om inderdaad ontslag te nemen. Hij dacht nog altijd van, ik kan rustig blijven zitten. Maar natuurlijk het feit dat die beelden bestonden, dat heeft hem wel in zekere zin de das omgedaan. Omdat de andere partijen daar echt wel zijn opgevlogen. De VLD toen ook zei van, oei, als dat zo in elkaar zit, dan kan het niet meer voor ons. Die beelden zelf die zijn nog niet vrijgegeven nog altijd. Maar intussen hebben we wel beslag kunnen leggen op een aantal foto's van diezelfde bijeenkomst. En ja, die foto's die zeggen natuurlijk ook genoeg. Als je de eerste foto bekijkt, dan weet je sowieso. Ja, dit is Johan Sauwes. Die zit op die bijeenkomst van de Oostfronters. Die zit daar het programma te bekijken. Een programma dat hij uren gevolgd heeft. Dus als hij zegt in het parlement, ik heb snel beseft dat het niet kon. Ja, dat is niet correct. Dat is niet juist. Op een tweede foto blijkt dan dat er inderdaad een aantal slogans te zien waren. Zoals over een Duitsland, een onze strijd moet zijn, een nieuwe aanzet voor Germanië. Ja, dat zijn toch dingen die als je ze ziet, die je niet kunt laten passeren. En dan is er natuurlijk, en dat zien we dan op de volgende foto, ook nog dat optreden van een aantal VMO'ers. Mensen echt in uniform van de Vlaamse militante orde. Dat is een verboden militie-uitspraak. Van de rechtbank. Dus het is helemaal al niet toegelaten om in die uniformen zomaar rond te stappen. Die hadden de insignes van het VMO, hadden vlaggen mee. Die mensen zijn ook, en dat blijkt op de volgende foto ook nog eens, die zijn helemaal naar voren kunnen gaan, op het podium geklommen. Die hebben daar gefloreerd al die tijd. Nu, ik vroeg me eigenlijk ook af van hoe kan je daar blijven naast kijken. En aan Johan Sauwes heb ik dan ook na afloop die vraag gesteld van ja, heeft u dat dan niet gezien? Hier komt zijn reactie. Op het moment dat die mensen in VMO-uniform binnenstappen, had u dan niet moeten weggaan? Ik heb die mensen niet zien binnenkomen. Die zijn naar het podium gestapt? Ja, ik heb een VMJ, groep, een muzikale, hoe heet het, een trommel. Er waren VMO'ers, die waren er, opvallend, met uniformen, met vlaggen. Ik ben dus daar argeloos aanwezig geweest en... Ja, voor een stuk neem ik daar ook nu de gevolgen en de verantwoordelijkheid van. Maar er gingen ook affiches met afbeeldingen van soldaten met van de Waffen-SS. Nee. U heeft dat toch gezien? Nee, ik heb dat niet gezien. En die slogans, die heeft u ook niet gezien? Nee. Echt? Ja, echt. Echt. Ja, Dirk, het slot van een bewogen dag toch wel. Nu, Sauwes had vanmorgen toch wel uitgebreid zijn excuses aangeboden aan het Vlaams parlement, maar dat volstond niet. Ja, uitgebreid excuses, maar het moet toch gezegd, het waren excuses in schuifjes. Want de avond voordien had hij al een tekst opgesteld, die was weggelachen door de Vlaamse regering. 'S morgens had hij een nieuwe tekst, die was ook nog niet voldoende, omdat hij eigenlijk het Sint Maartensfonds helemaal buiten schot liet. En het is pas in de laatste versie dat de andere partijen begonnen te denken, ja, hij komt nu toch al in de buurt, omdat hij dan ontslag wou nemen uit dat Sint Maartensfonds. Hij heeft dat dan inderdaad verklaard in het parlement. Dat was het begin van een bewogen dag in het Vlaams parlement, waarvan we nu naar het verslag kunnen kijken. Minister Sauwes begon de dag met spijt over zijn aanwezigheid op een bijeenkomst van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de Duitsers hebben gevochten. Op de meest formele wijze wens ik mijn spijt uit te drukken over de fout die ik heb begaan door aanwezig te zijn op een bijeenkomst waar internationale extreemrechts verzamelen had geblazen. Ik heb er mij snel rekenschap van gegeven dat mijn aanwezigheid op deze bijeenkomst onaanvaardbaar was en dat ik een duidelijke beoordelingsfout heb gemaakt. Ik heb dat ook onmiddellijk en publiek toegegeven en het lidmaatschap van het Sint Maartenfonds opgezegd. Minister Sauwes was 25 jaar lid van het Sint Maartensfonds dat Oostfronters steunt. Sauwens veroordeelde de collaboratie en zegt dat hij het cordon sanitair rond Vlaams Blok en extreemrechts niet zal schenden.
Schep, u weet dat u kent mij. Steeds in de duidelijkste bewoordingen afstand genomen van elk extreemrechts gedachtegoed, van elke racistische ideologie. En ik weiger elke vorm van samenwerking met extreemrechts. Sauwens hoopte dat die schuldbekentenis volstond, maar VLD, SP, AGLF, de drie meerderheidspartijen in de Vlaamse regering, vonden dat Sauwens niet langer minister kon blijven. Is het voor de VLD, SP en AGLF-fracties deze erkenning van fout, de verklaring die de minister heeft afgelegd en de conclusie die hij hieruit trekt, onvoldoende? De VLD, SP en AGLF-fracties zeggen daarom het vertrouwen in minister Sauwens op als lid van de Vlaamse regering. Sauwens was niet in het half rond en kwam binnen tijdens de steunbetuiging van zijn partijgenoot Van Grimbergen. Anderzijds willen wij onze minister niet als de zoon van Cain de woestijn insturen. Minister Sauwens kreeg wel de steun van de Volksunie, maar niet van de ID-leden. Even grote druk wil ik onderstrepen dat Johan Sauwens in een positie verzeild geraakt is. En ik druk op het woord verzeild, waarin zijn ministerpositie onhoudbaar geworden is. ID 21 heeft drie Vlaamse parlementsleden, te weinig om paars-groen in het zadel te houden. Minister-president De Waal heeft de zitting laten schorsen, zodat de regering de gewijzigde krachten kan bestuderen. Ja, en morgen zullen we dus weten wie de opvolger wordt van Johan Sauwens. Nu duidelijk is dat hij echt opstapt als Vlaams minister. Er worden reeds een aantal namen genoemd natuurlijk. Paul van Grimbergen komt nogal eens voor, de fractieleider in het Vlaams parlement van de Volksunie. Een ander naam is ook Patrick van Krunkelsven, de senator van de VU. Ook nog Herman Lauwers hoor je noemen. En ook nog Annemie van de Kastelen, gewezen kamerfractieleidster. Maar dat zijn speculaties op dit moment. Morgen gaat de Volksunie daarover beslissen op een partijbestuur. Er is hier al stoer verklaard door Fons Borginon, voorzitter van de VU, van we zullen dat alleen doen, we hebben ID 21 daar niet voor nodig. Maar in de wandelhangen wordt het al meteen gesust en zegt men ja, maar morgen gaat men toch wel overleggen binnen de fractie met de mensen van ID 21 hoor. Dus misschien zal die soep toch niet zo heet gegeten worden. Oké, bedankt Erik voor jouw toelichting en ook tot zover deze zaak.